dit moment ben ik echt de gelukkigste jongen van heel de wereld. Nu vragen jullie waarschijnlijk af waarom. Wel kijk, alles op dit moment gaat echt gewoon vlekkeloos. Als ik iets doe, dan gaat het goed moe gaan. Nu gaat mijn channel, mijn YouTube channel, gaat echt super lekker. Ik heb nu op dit moment de 6500 abonnees bij elkaar gerapt, wat echt insane is. En als mijn YouTube channel lekker gaat, dan ben ik gewoon de blijste jongen van heel de wereld. Hopelijk vinden jullie deze video leuk. Geef zeker een blauw duimpje omhoog, want kunnen we hierop misschien de 200 likes aan zo super nice zijn. En zal ik zeggen, geniet van deze video. Voordat deze video eigenlijk begint, wil ik jullie even een tipje van de week geven. Een soort van tip, een soort van, ja, gewoon het nieuwe woord van het jaar. Echt officieel, hè. Maar ik heb dat woord zo tegengekomen op mijn Facebook en dat was Samsung Sex. Inderdaad. Het woord betekent dus wanneer dat je kinderen aan het kijken zijn naar Samsung en dan de ouders, ja, eigenlijk gewoon een poepje aan het doen zijn. Ze hebben daar een hele woord van gemaakt en noemen Samsung Sex. Echt topwoord. Kwaliteit. En dat is geen zuiver. Ik zit echt in de shit. Binnenkort moet ik werk gaan zoeken. Gewoon straight to the point. Ik moet werk gaan zoeken. Nee, eigenlijk niet gaan zoeken. Ik moet echt gewoon gaan werken. Nu denken jullie waarschijnlijk zo, gewoon gaan werken ergens in een zaakje. Inderdaad, ik moet stage gaan doen. Stage, dat is dus eigenlijk werken, maar geen geld krijgen. Want ik doe de richting publiciteit. Dat is echt wel een pittig makkelijke richting. Nee, maar binnenkort moet ik naar zo'n publiciteitskantoor gaan. Daar is zo stickertjes plakken, posters maken, logotjes maken. En ik moet al die dingen gaan designen aan. Ja. Ik moet 2 weken werken. 2 fucking weken moet ik werken. Voor een baas. En geloof het of geloof het niet, maar de eerste ontmoeting op mijn stage, dat was echt de beste ontmoeting. Maar echt de beste ontmoeting. Ik kwam daar binnen en meestal moet je zo jezelf voorstellen. Dus ik stelde mij voor, ik zei van ja, ik ben Wouter Lampard, ik ben 17 jaar, ik kom van die school, ik woon daar. En mag ik een stageplaats bij jou? Toen moet je dat zo heel awkward vragen van, hey, mag ik werken bij jou? Wel, die guy zei dat het goed was, maar het beste kwam nog. Ik begon mijzelf soort van te presenteren, een soort van, je weet wel, Wouter in het goede daglicht stellen. Maar het probleem was, alles wat ik zei was zo niet goed. Ik zei zo dat ik goede punten heb op school en die zei zo voor reactie van ja. Eigenlijk maken punten niet uit die op school. Je kan goede punten halen, maar echt slecht zijn. Dus nu ben ik zo bang als ik naar die stageplaats ga gaan, dat het zo volledig fout ga gaan, dat ik echt later dakloos word, maar dan word ik gewoon standaard al. En ja, weet je. En het probleem is, als je niet door je stage bent, moet je blijven zitten. Dus dat is echt pittig, dat is gewoon strijder. Besef even, hè, dat jij 2 weken moet werken. Stel je voor dat je leert voor kapper of zo. Dat je 2 weken in een kapperzaak moet staan, maar dat je niet betaald wordt. Snap jullie mijn frustratie? Het schoolsysteem, dat klopt niet. Echt, dat klopt echt niet. Ik doe al 3 jaar dezelfde richting. En in PAV, dat is dus zo die richting waar je zo, algemeen alles leert. Ik leer al 3 jaar, maar echt 3 jaar, de regel van 3, hè. Wouter, hou je rustig. Kalm is al. Dus ik dacht in mezelf, laat ik gewoon een updatetje doen. En gewoon zeggen dat ik binnenkort op stage moet gaan, dat ik moet gaan werken. En dan denken jullie waarschijnlijk in jullie zelf, van ja, Wouter gaat minder video's maken. Nee, dat is het niet. Ik ga echt hard gaan op YouTube. Nu heb ik een soort van mijn comebackje gedaan. Wel, nu zal ik mijn comeback houden. Dus hopelijk vind je deze video leuk. Het moraal van de dag is, gebruik het woord later tegen je kinderen. Samsung Sex. Zeg gewoon tegen je kinderen van, hey Pieter, ik ga nu Samsung Sex gaan doen. Ja, oké, nee. Dat moet je dus echt niet doen. Dus hopelijk vond je deze video leuk. Kunnen op deze video 200 likes gaan. Zo super nice zijn. En ben je nog niet geabonneerd? Klik dan gewoon nu. Maar echt nu. Het is echt geen vraag, maar een bevel. Klik dan nu op de abonneerknop. Het is gratis. Het is niet zo gelijk bij Plopsaland. Dat je zo 50 euro moet kopen. 50 euro moet betalen. En dat je dan in het pretparkje mag. Maar zo haal ik het niet hier. Dus tot de volgende keer.